gesproken en de kiezer heeft altijd gelijk, heerlijk om af en toe eens wat clichés te mogen gebruiken. 6 lijsttrekkers van de 8 partijen uit de Rotterdamse gemeenteraad zitten hier aan tafel voor het slotdebat. We gaan eens kijken wat de uitkomsten van deze verkiezingen nou gaan betekenen. Unieke uitkomsten heb ik begrepen. Als we kijken naar 96% van de getelde stemmen, dan hebben Leefbaar Rotterdam en de Partij van de Arbeid allebei 14 zetels. We gaan even de lijsttrekkers bij langslopen, even aan u voorstellen. Doe jij dat, Rijtje? Salima Belay, een grote winnaar van 1 naar 4. Ja, dat is geweldig. Ja, dat voelt echt heel goed. En we zijn de kiezers ook echt dankbaar dat ze weer op D66 hebben gestemd. 400% winst. Gedeelde derde plek met de VVD. Nou, hartstikke winnaar. Goed. Ja. Arno Bonte, van 3 naar 4. Nee, nee, van 2 naar 3. Ja, was maar waar. Hè? Maar ook van 2 naar 3 is een mooie sprong. 50% winst. Dus dat geeft aan, we zijn natuurlijk ook collegepartij geweest, dat veel kiezers ons beloond hebben voor het collegebeleid. Dat we Rotterdam groener, socialer en leuker hebben gemaakt. Dus wat mij betreft is dat ook een aanmoediging om daarmee door te gaan. Dominic Schreijer, Partij van de Arbeid, van 18 naar 14. Ja. Maar ja. Je ziet het niet als een verlies volgens mij. Nou, toen ik als lijsttrekker begon, stonden we in de peiling op 10. En we zijn nu op 14 uitgekomen. Dus daar ben ik echt heel erg trots op. Met een positief verhaal voor een toekomst waarin iedereen meedoet en meetelt. Straat voor straat, deur voor deur. Zijn met honderden vrijwilligers natuurlijk met de Rotterdammers gesprek aangegaan. En we hebben er echt heel veel weten te overtuigen. Dat de stem op de PvdA een stem is voor een betere toekomst van deze stad. Dus in die zin een zeer goed resultaat als je het vergelijkt met waar we mee begonnen deze campagne. Maar wel een liefje. Zie je het ook wel een beetje als een verlies? Of? Nou ja, het liefst heb je natuurlijk een hele duidelijke uitslag. Dat je gewoon, en dat was natuurlijk onze inzet, we wilden gewoon sterk natuurlijk ook de beloftes die we gedaan hebben ook waar kunnen maken in een stadsbestuur. En 14 is het resultaat. Daar had ik echt 3 maanden geleden voor getekend. En ik ga er ook voor om de beloftes die we gewoon in gang hebben gezet, die we hebben gedaan, om die ook de komende 4 jaar waar te kunnen maken. Een sterke uitspraak had Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam ook graag gewild, denk ja. ik. Hè? Het is bij 14 blijven steken. Ja, nee, dat is op zich natuurlijk heel goed. De Partij van de Arbeid is erop achteruit gegaan en wij zijn gelijk gebleven. Maar ik moet de Partij van de Arbeid wel feliciteren. Want dit gaat tegen de landelijke trend in. En hoe dan ook is dit een hele prestatie van ze. Dat is een compliment. Dat is een compliment. Is dat en dat hebben ze ook verdiend. Moet daar vandaan komen. Dat wou ik ook zeggen. Toenaringspoging moet daar vandaan. Ik wil wel zeggen, het verschil is zo klein. En we hebben vandaag de ongeregeldheden in de stembureaus gezien. Ik ga ervan uit dat de burgemeester zorgt voor een hertelling van de stemmen. En dat hij ook een goed oordeel velt over sommige stembureaus, waar natuurlijk heel veel volmachten zijn ingeleverd. En ik vraag me af of die wel allemaal even geldig zijn. En dan zou het kunnen dat het net even wat anders is, maar hoe dan ook, het is allebei 14. Dit is even de uitgangspunt voor nu. Nou, precies, maar die hertelling is wel belangrijk natuurlijk, hè, want we zijn geen bananenrepubliek in Rotterdam, dus dat moet ook gebeuren. Nee. Maar 14 zetels maakt ons allebei even groot. Er kan wat bij, er kan wat af. Het doet er ook niet zoveel toe wie er nou achter de komma het grootste is. Het gaat er natuurlijk om hoe die coalitie eruit ziet. Ja. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Even het rijtje interessante mogelijkheden voor. Even voorstellen afmaken. Jeannette Beaulieu, VVD, ook een zetel erbij. Gefeliciteerd. Ja, dank. Blij mee neem ik aan. Ja, we zijn ook heel erg blij. Blij dat de kiezer ons klassieke VVD-thema zeg maar, weer heeft herkend. Hè? De economie, bereikbaarheid en veiligheid. En hard gewerkt met een team, zoals natuurlijk ook alle andere partijen. Maar we zijn enorm blij met het resultaat. Ja. De winst is geboekt, die we wilden graag. En meneer Tempel, u moest een heel nieuw CDA optuigen. En over het voetlicht brengen in de verkiezingscampagne. U bent 3 zetels blijven staan. Nou, daar zijn we tevreden mee. Want inderdaad, we zijn met een heel nieuw team op de Coolsingel bezig geweest. We hebben een goed campagne gevoerd. En als je dan op 3 zetels blijft staan, dan mag je tevreden zijn. Gelijkspelletje. Ja, we hebben de nul gehouden. Kan je zeggen. Ja. Maar meneer Schreijer, de bal ligt dus nu bij u. Ja, nou ja, ik heb begrepen dat vrijdag de definitieve uitslag is. Dus dan weten we ook echt wie in aantal stemmen de grootste is. Partij van de Arbeid heeft steeds gezegd dat de grootste partij ook gewoon de lead moet nemen in het nadenken over de vorming van een coalitie. We gaan dit nu even als uitgangspunt nemen. En dan bent u net iets procentpunten groter dan Leefbaar Rotterdam. Ja. Maar Leefbaar is natuurlijk wel een factor van betekenis in de stad. Ja. Daar kunt u niet zomaar aan voorbij gaan, toch? Ja, en dat zijn ze natuurlijk al 8 jaar een grote partij. En
Ja, de campagne is natuurlijk van de Partij van de Arbeid voor mij ook helder geweest. Een aantal inhoudelijke kernboodschappen die we heel belangrijk vinden. Rotterdam zit op een keerpunt. Ja, de campagne is nu voorbij, dus we gaan... Maar we willen vooruit met die stad. Ja. En we hebben ook gezegd dat onze ideeën over de toekomst van die stad... Ja, dat die toch wel heel haak staan op die van Leibel Rotterdam. En dat is natuurlijk wel iets waar... En dat blijft zo. Ja, daar zijn we de campagne mee ingegaan. Maar er zijn toch heel veel Rotterdammers die er dus duidelijk anders over denken. Maar goed, wij zetten ons in voor alle Rotterdammers. Ik bedoel, het stadsbestuur werkt natuurlijk voor alle Rotterdammers. Maar als je met elkaar in een stadsbestuur wilt werken... dan moeten we op een aantal kernthema's overeenstemming zijn. En daarvan hebben wij gewoon geconstateerd. En dat is ook tijdens het debat is het zichtbaar geworden... dat die verschillen gewoon wel zo groot zijn dat het niet verstandig is... om met elkaar in de coalitie te stappen. Ja, kijk, sowieso is het zo dat de coalitie bestaat altijd uit... meer dan de helft van de Rotterdammers. En elke samenstelling daarin zou goed moeten zijn... En ik denk ook dat als Partij van de Arbeid en Leven Rotterdam, zeker als het zo nek aan nek is, dat zou ik ook doen als het net andersom zou zijn geweest. En dat kan vrijdag zomaar blijken. En zeker als er nog wat stembureaus uit de telling worden gehaald. Hè? Want er zijn wel heel veel ongeregeldheden geweest. Mm-hmm. Dan is het denk ik toch wel heel erg de moeite waard om een verkenning te maken tussen die twee grote partijen. Maar het is... Ja, er zijn ook coalities met drie andere. Naar zijn, toch? Er zijn ook coalities met drie andere partijen mogelijk. En dat telt ook op tot meer dan 23. Dat kan ook interessant wat zijn. Vindt dus u raar, mevrouw dus dat wordt nog een leuke strijd. Het is de gewoonte strijd. Om de partijen die winst geboekt hebben, dat je die zeker aan het woord laat. Want dat is een heel duidelijk signaal. Dus, dus natuurlijk u prima. Gaat ervan uit dat u door wie dan ook wordt uitgenodigd? Want u... Nou ja, uitgenodigd. Ja, ook, in ieder geval. Een van de partijen geweest die wie dan ook heeft uitgesloten. Ja, nee, dat je sowieso aan tafel zit vanuit je eigen kracht, dan in dit geval D66. U zou de sleutel kunnen zijn eigenlijk. Dat kan. En ik heb altijd gezegd, en ik ben daar ook loepzuiver in geweest, en dat meen ik ook nog steeds oprecht, dat ik vind dat de kiezers eerst moesten spreken. En daarnaast dat ik een D66-agenda heb. En dat dat ook de rol is die ik vervul aan tafel. Welke partijen ziet u dan het meest zitten? Nou ja, ik ga hier geen coalitieonderhandeling voeren. Dat, ja, dat ja, nee, dat zo werkt het niet. Nee, want daar blijf ik bij. Er is nu een soort gelijk spel tussen twee grote partijen. Maar ik denk dat het goed is om morgenochtend eens even te kijken. Maar ik hoor net dus ook vrijdag een definitieve uitslag. En wat ik al eerder heb gezegd, het gaat wat D66 betreft op basis van datgene wat wij willen bereiken. Dat betekent goed onderwijs, werkgelegenheid, duurzaamheid en geen uitsluitenbeleid linksom of rechtsom. En daar blijf ik bij en op die manier gaan wij aan tafel zitten. Precies, maar de kern blijft natuurlijk wel, wat echt een verschil maakt voor de stad, is of er een stadsbestuur is waar Leefbaar in zit of niet. En al die andere partijen die een coalitie willen vormen, die moeten daar natuurlijk wel rekening mee houden. Kiezen zij voor de wat behoudende stijl, de behoudende variant zonder Leefbaar, of kies je voor een variant met Leefbaar? Dat geldt voor de PvdA, dat geldt ook voor een verzameling van de andere partijen. Maar dat is wel de keuze die je aan de stad gaat voorleggen. Maar ja, dan krijg je dan dus nu een soort van twee onderhandelingen. U gaat kijken wie met u wil en u gaat kijken wie met u wil. Ja, het is niet per se gezegd dat de grootste partij de enige is naar wie geluisterd moet worden. Iedereen gaat tegelijk met elkaar praten. En dan zien we wel wie er met wie overblijft. Mevrouw, uw partij heeft ervaring in college Leefbaar en college Partij van de Arbeid. Ja. Het laatste liep niet helemaal goed af. Ja, maar ik heb altijd gezegd, we hebben met beide partijen goed kunnen werken. Het gaat ons om het programma. En de ondernemende Rotterdammers, de ondernemers, economie, bereikbaarheid en veiligheid. Dus u vindt met alle winden mee? En dan, nou, niet zozeer met alle winden mee. Het gaat om ons punt, om ons programma. En wij zullen ook kijken wat de beweging gaat worden. Het zal inderdaad afhankelijk zijn van hoe precies vrijdag de tellingen eruit meneer Tempel, gaan zien. Ja. De Labrador. Je kunt alle kanten op. Hè? Nou, we hebben met allebei de kanten geregeerd en dat is ons goed bevallen. Dus wat dat betreft zien wij geen beletsel. Wij vinden nog steeds dat als die partijen zo dicht bij elkaar staan, PvdA en Leefbaar, dan zouden ze toch moeten proberen misschien om het samen te doen. En het is helaas zo dat niet alleen Dominique, maar ook de anderen van de PvdA dat hebben uitgesloten. Maar dat zou toch een logischer oplossing misschien zijn. Dan is dat het eerste wat u gaat zeggen tegen wie dan ook die er gaat beginnen? Ja. Dus die twee partijen moeten samenwerken? Ja, dat zou ik voorstellen. Dat meneer Schrijn, als dit zo aanhoort, eigenlijk zegt iedereen van dat jullie nog eens een keer samen moeten gaan praten. Dat heb ik niet gehoord. CDA zegt dat. Maar we hebben natuurlijk wel gewoon heel duidelijk in de campagne aangegeven waar wij voor gaan in deze stad.
En dat met leefbare samenwerking voor de komende 4 jaar, die verschillen zo groot zijn, dat dat gewoon niet goed is. Ja, maar het kan wel in het belang zijn van Rotterdam. Dat is wat de Rotterdammer heeft zich vandaag uitgesproken. Maar die zegt... de uitslag laat ook zien dat er verschillende mogelijkheden zijn. Dus in die zin is er ook geen... Waar gaat uw voorkeur dan naar uit? Hoe ziet uw college daaruit? Wel even op wijze dat een partij met 14 zetels, wat Leef van Rotterdam heeft gehaald, je kunt wel zeggen, Partij van de Arbeid is net een beetje groter, maar een partij met 14 zetels zou toch ergens in een stadsregering mee moeten kunnen doen als die partij dat zelf wil. Ja. En, nou ja, wat, de bal ligt natuurlijk bij de anderen, want je hebt 9 zetels nodig om meerderheid te halen. Maar het lijkt mij dat de mensen die hierop hebben gestemd een serieuze poging ook van andere partijen kunnen verwachten in de verkiezing om daar een stadsbestuur mee te vormen. Toen u de Partij van de Arbeid in de verkiezingsstrijd uitsloot, vond u dat u zich aan uw woord moest houden? En de Partij van de Arbeid heeft nu u uitgesloten in de verkiezingsstrijd. Dan gaat u toch nu niet van de Partij van de Arbeid vragen dat ze dat woord gaan breken. Ja, maar toch lijkt was mij dat... inderdaad verstandig dat, was dat een de Partij van de Arbeid nu gaat kijken hoe kunnen we een coalitie vormen. Waar inderdaad ook recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. En wat mij betreft, wij zijn zeer bereid om daar een deel te nemen. We hebben goed samengewerkt, ook met de Partij van de Arbeid, nu in het huidige stadsbestuur. Dus wat mij betreft zetten we dat voort. En volgens mij zou het ook interessant zijn als D66 daarbij ook aan zou schuiven. En dat we eens kijken... Zouden we eens kunnen kijken hoe we de stad inderdaad ook nog een stukje de progressieve kant op kunnen sturen. Dat lijkt me wel heel interessant om dat als eerste te gaan verkennen. En dan CDA erbij? Wij zaten niet bij Arno's voorkeursprogressieve kant. Kijk, het mooie is dat we dat vind ik het positieve nieuws van vanavond, dat we de linkse meerderheid in de stad, dat we die behouden Als we de SP er nog bij weten. Ja, die zit daarbij. Of de SP dan in de coalitie moet komen of niet, maar voorstellen die vanuit de raad gedaan worden kunnen wel rekenen op die linkse meerderheid. En dat vind ik vanuit mijn positie wel heel erg positief nieuws. Ja. Maar goed, hoe gaan we het straks doen? Wat gaat er gebeuren? Nou ja, in ieder geval allemaal een nachtje over slapen. Morgen alle fractievergaderingen. Burgemeester die morgen alle lijsttrekkers ook even ontvangt om gewoon wat eerste gedachten met elkaar door te nemen. We hebben Rotterdam ook de traditie dat de grootste partij de lead neemt in coalitiebesprekingen. Maar goed, dat je ook rekening houdt met waar de wind zit van andere partijen. Dat is natuurlijk ook een signaal. Ja, de grootste partij heeft zelf verloren. De grootste partij heeft natuurlijk zelf verloren. Geeft dat u nog enige reden om bescheiden ook te zijn? Zeker moet je bescheiden zijn, zeker. Maar tegelijkertijd constateer ik ook dat we de afgelopen 3-4 maanden vanuit een behoorlijke achterstand flink zijn gegroeid. Dat is echt een prestatie van formaat. En je moet ook kijken naar de andere partijen die winst geboekt hebben. Want dat is natuurlijk ook een signaal. En uiteindelijk gaat het toch om de inhoudelijke aanknopingspunten die je met elkaar vindt. Om met elkaar natuurlijk voor 4 jaar ook een aantal dingen vast te leggen. Waarvan je zegt waar je resultaten op wil boeken. Dus uiteindelijk zal dat toch de kern zijn. Kan je inhoudelijk elkaar vinden op waar je de komende 4 jaar aan wil werken. En daar een meerderheid op vormen. En er is geen linkse meerderheid. Hè? Er zijn 3 linkse partijen, die hebben 19 zetels. Er zijn 3 rechtse partijen, die hebben 21 zetels. En D66, ja, daarvan weten we niet precies wat het is. Die hebben er 4. En de ChristenUnie. Dus er is geen linkse meerderheid. Volgens mij hebben D66 wel bij de linkse meerderheid gerekend. Ik vind dat altijd grappig. Mensen zeggen, kies je nou links of rechts? Ja, nogmaals, we zijn een sociaal-liberale partij. He, en dat liberale laat zich ook niet vertalen in links of rechts. Dat is een eigen stroom. Ik denk ook dat vanavond uiteindelijk de liberalen ook echt gewonnen hebben in Rotterdam. Dus los even van termen als links. En ik blijf er ook echt bij. Ik weiger om mezelf en ook dus vanuit D66 te claimen in één van die blokken. Het is natuurlijk heel legitiem. Dat andere partijen even, dat... Maar je werd even in dat kamp gezogen. Ja, Arno heeft ook gewonnen. Als we een sociale en progressieve kant op willen met deze stad, is volgens mij D66 wel een logische partij om daar ook aan mee te werken. Dus ik zie jullie er graag bij, maar uiteindelijk maken fijn. Jullie dat is zelf altijd natuurlijk fijn. Je eigen Ik geloof dat het belangrijkste is dat van GroenLinks komt. Als we naar deze uitslag kijken, 2 van die grote partijen van 14 zetels, maar toch ook nog hier en daar zetels gewonnen en daar flink zetels gewonnen. Is Rotterdam dat gekissenbis tussen die 2 grote blokken niet een beetje zat? Nou, kijk, we hebben natuurlijk wel... Ik vind dat we uiteindelijk op een fatsoenlijke manier campagne hebben gevoerd. We hebben de verschillen heel duidelijk wel benoemd. En dat moet ook. Als je voor 4 jaar weer een nieuwe raad kiest. Goede opkomst. Dat was 2-3 weken geleden onder de 40% geprognosticeerd. Volgens mij gaan we nu echt naar de 50%. Het leefde ook echt in de stad. Dus ja, 1 keer in de 4 jaar moet hij toch gewoon de nieuwe keuzes aan de mensen voorleggen.
En ja, dat heeft deze uitslag tot gevolg. We moeten gewoon nu kijken vanaf morgen vrijdag van welke meerderheid en welk inhoudelijk programma daar gewoon bij past voor de komende vier jaar. Maar eerst die hertelling, want dat is wel heel belangrijk. Want, die komt al, ik weet niet hoe dat werkt. Als u dat vraagt, dan komt die er? Of, Ik denk dat Abu Talib dat zelf wel, ook wel inziet dat dat nodig is en anders gaan we dat vragen. Nou, we wachten het allemaal af. Ja, volgens mij, het is hartstikke laat al, hè? Door dit rode potlood moesten we... Nou, normaal hadden we wel een lijsttrekker die opstapte. Normaal wel een lijsttrekker die opstapte. Iemand die wegloopt. Ja, ik wil heel graag feest vieren, ook met de deelgemeenten. Ja, we hebben één zetel en twee deelgemeenten zaten we. Dus voor ons is het echt ook feest dat op allerlei plekken in de deelgemeenten ook weer terug zijn. Daar ben ik intens trots op en intens blij mee. Dus er wachten aan de overkant van het stadhuis een hele enthousiaste club met D66'ers die wachten op mij om feest te vieren. No. Veel plezier daarbij. De anderen bedankt voor de komst op dit late tijdstip. Succes en wijsheid bij de onderhandelingen. En het blijft eigenlijk spannend. We weten het niet. Wordt het straks wel weer vier jaar modder gooien? Of gaat dat in elk geval gaan de scherpe kantjes eraf? Wat mij betreft in die gemeenteraad het is maar de vraag op een fatsoenlijke manier blijft met elkaar omgaan. En op een respectvolle manier. Inhoudelijke verschillen duidelijk aangeven en benoemen. Maar qua taalgebruik en omgangsvormen. Ik doe het respectvol. En dat zal ik ook richting mijn eigen fractie aangeven. Van zorg ook gewoon dat het stadhuis ook een voorbeeldrol vervult van hoe we ook met elkaar in die stad omgaan. En wij houden nu toch in is de het gaten. Zo, hè? Scherpte in de politiek, echte scherpte, dat zweept de wethouders op, dat zweept de ambtenaren op. En dat brengt wel iets terug van beleving, dat is nodig. Hè? Want de tijd dat we met z'n allen bij de Partij van Arbeid op de schoot zaten, die moet een beetje... Scherpte is met taalgebruik, de omgangsvormen, de manier van elkaar bejegenen, dat moet natuurlijk wel respectvol zijn en blijven. Goed, we houden het allemaal in de gaten. Hartelijk dank nogmaals. En dan sluit ik het hierbij af. Dit was het Rotterdamse stadhuis. Ja, het was een hele spannende avond. Een unieke uitslag is er uitgerold. Er zijn nog heel veel onzekerheden. Ja, één zekerheid is er wel. En dat is dat er morgen om 5:00 bij TV Rijnmond weer een nieuwsuitzending is. Ja, en een andere zekerheid is dat er over 4 jaar weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. En dat het bier nu koud staat. Goed zo. Yes. Bedankt voor het kijken. Graag... Tot de volgende keer. Dag.